Goedemorgen allemaal. Het is bijna etenstijd en Roy die zou eigenlijk gewoon mee eten zo, maar hij belde op dat hij echt vanavond laat pas thuis is en zo. En ik had dan geen zin om hutspots voor ons alleen te maken. Dus ik zei tegen Sterre, wat gaan we eten? En zij antwoordde... Sushi! Dus we gaan lekker sushi eten en ondertussen zijn we aan het Netflixen. Dus leuk zo'n meidenavondje. Zo, we gaan lekker eten. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Zoals jullie misschien kunnen zien, ben ik naar de kapper geweest. Het is allemaal weer een stukje korter en zo. En ik wilde eigenlijk net heel enthousiast gaan filmen. En ik wilde me gaan opmaken, want dat heb ik nog niet gedaan. Want meestal als naar de kapper gaan wordt gewassen en zo. En dan gaat de make-up ook voor de helft eraf. En ik kwam net thuis. En ik was echt helemaal happy dat het weer lekker zit en goed zit. En toen belde mijn moeder op. En die belt elke ochtend wel, maar ze belde nu zeg maar op de 06 en normaal doet ze FaceTime. Hé, wat raar. Ze zei, ja, wil je wat zeggen, maar nou, toen vertelde ze het nieuws dat een vriend van mijn vader, een oud collega, maar ook iemand die ik al jaren ken, is overleden. En even potje zitten janken aan de telefoon. Het is dan wel iemand die dat. Ik vind het echt heel erg. Hij heeft kinderen. En hij was aan het werk. Hij was vrachtwagenchauffeur. Het is tijdens zijn werk gebeurd. Dus hij dacht waarschijnlijk op zondag. Ik ga een paar dagen aan het werk en ik ben zaterdag weer thuis. En dan komt hij nooit meer thuis. Dus. Daar ben ik een beetje door overstuur. Want ik ken hem ook al vanaf klein meisje. En... hij was altijd heel goed en lief en hij stuurde nog steeds regelmatig appjes van joh, hoe gaat het? En gewoon leuk contact en ook met mijn vader en zo, met mijn ouders. Dus ook al was hij niet iemand van mijn eigen leeftijd en is hij iets ouder dan, hij was 48, 49 dus. Dus vandaar dat ik nou een heel rood gezicht heb, want ik heb net gewoon een potje met mijn moeder zitten janken aan de telefoon. Dat en daardoor heb ik nu ook knallende koppijn en geen zin meer om te gaan filmen. Want ik wilde iets van een beauty shop vlog opnemen, maar dat vind ik dan ook, weet je. Dan denk ik, een beauty shop vlog, net iemand overleden. Want het is gisteravond gebeurd en ik keek net op de app. Hij was gisteravond 6:30 nog online en nou is hij er al niet meer. Soms leven best wel kut. Dus, ja, ik weet niet. Vandaag ga ik waarschijnlijk ook niet meer vloggen, want dat en ik ben wel blij trouwens met mijn kapselkind. Dat bedoel ik. Dan is het heel stom dat iemand zo overleden en dan ga je het over make-up hebben en over haren en dat. Terwijl dat ik weet dat mijn vader nou ook onderweg zit in een vrachtwagen met iemand anders. Rijdt hij mee, want hij is met pensioen. Maar hij rijdt met iemand mee nu gewoon. Dan denk ik, oh pap, doe voorzichtig alsjeblieft, want blijkbaar is dat onderweg ook wel niet meer veilig. En dan... en ik weet dat hij zich heel kut voelt nu, want het, sorry voor mijn taal, maar het was wel een van zijn beste vrienden waar hij heel vaak mee aan het bellen was en weet ik wat. En hij is heel vaak bij mijn ouders ook nog eens logeren naar feestjes en dingetjes. En ja, weet je, ik ben de laatste dagen al zo emotioneel. Ik hoef maar één ding te zien. Ik had vanmorgen een liedje van Demi Lovato, hoe ze ook heet. En daar heb ik bij zitten huilen. Of bij Disney, gisteren bij een Disney film. Dus ik weet niet wat er aan de hand is met mijn hormonen. Maar dit nieuws, dat opende alle sluizen, hè. Dus, ja, vandaag ga ik verder niet filmen. Dat doe ik dan morgen waarschijnlijk. Of vrijdag. Of volgende week. Het heeft ook niet zo heel veel haast. Maar ik had vandaag een planning gemaakt. En zo zie je dat dan ook weer een beetje in de war wordt geschopt. En dat geeft niet. Maar mijn hoofd staat er nou niet naar om over dat soort dingen te praten. Het is vandaag donderdagochtend. Ik heb Sterre net naar school gewacht. Het is 8:30. Ik heb mezelf wel een beetje aangekleed en opgemaakt en opgedut. Want ik ga zo de trein nemen naar Amsterdam. Ik heb een beauty speed date evenement. Ik weet nooit hoe je dat uitspreekt. In het Engels event. Maar met heel veel mooie merken. En dan... geen idee, want ik ben er nog nooit geweest. Ik zit al jaren bij de PR-bureau, 2-3 jaar. 3 jaar denk ik al. Maar dit is de eerste keer dat ik erheen ga dat ik kan. Dat is eigenlijk ook best wel erg. Maar een beetje zenuwachtig weer. En natuurlijk na het verdrietige nieuws van de week. Het gaat wel wat beter nu. Maar mij dan. Het is nog steeds heel verdrietig allemaal. Maar ja, ik moet een plekje krijgen. En dat duurt even. En het is vooral heel erg voor zijn kinderen. En voor zijn naaste familie en zo. En voor mijn vader vind ik het ook echt heel sneu. En voor zijn collega's. En ja, life goes on. En als er iemand niet meer is, dan blijf je natuurlijk wel aan diegene denken. Tenminste, ik wel. En dat is ook belangrijk. En ja, ik moet gewoon werken. Gisteren ook. Ik heb volgens mij gisteren niet echt gevlogd. Ik had echt huilenogen en migraineogen. En nog steeds wel, maar ik heb gewoon een wat dikkere laag make-up aangebracht. Want ik wilde toch een beetje netjes eruit zien. Ik heb ook mijn nieuwe shirtje aan die ik zaterdag met mijn schoonmoeder heb gekocht. Een nieuwe broek, nieuwe schoenen. Even iets representatiever dan hoe ik er gisteren uitzag. Daarom ben ik ook niet op de camera geweest volgens mij. Maar goed, ik ga heel even mijn tas verder inpakken. Ik ga mijn broodje meenemen. Ik ga wel ontbijten in de trein. Ik ga trouwens eerste klas reizen. Woehoe. Toen ik vorige week met Cassandra in de eerste klas zat, toen had ik wel zoiets van wow, dit is echt wel beter. Meer ruimte, je zit beter en alles. En het is minder druk, want op de tweede klas zit altijd alles hier, het traject propvol. En in de eerste klas zit niemand. Dus ik dacht voor die paar euro meer boek ik lekker een eerste klas kaartje. Het was 19 euro dagkaart tweede klasse en 23 euro eerste klasse. Ja, voor die 4 euro ga ik niet moeilijk lopen doen. Dus dat. En die gaat over een uurtje gaat die weg, de trein. Maar jullie kennen mij inmiddels waarschijnlijk wel. De afgelopen 2 weken. Ik ga graag op tijd naar het station. Dus het is nu 8:30. Om 9:00 loop ik erheen. Dan ben ik 9:10 ongeveer. Dat is wel heel vroeg. Nou ja, rond 9:00 loop ik erheen. En dan ben ik al wat vroeger. Maar dan weet ik in ieder geval dat ik de trein red en zo. En ik wil graag rond 12:30, half 1 in Amsterdam zijn. Om 2:00 begint het evenement. Maar ik wil nog op station rondlopen bij Kiko en bij Ici Paris en bij... Wat zat er nog meer? Lush. Ja, dan wil ik ook nog even rondneuzen. Vrijdag. En ik heb gisteren dus gevlogd op de Beauty Speed date event. Het was daar zelf best wel donker, dus het zijn niet hele heldere beelden. Dat is wel jammer, maar goed, dan krijg je een beetje een indruk. Er waren iets van 20 merken. Zo, nee, dit is lekker licht. Zo. Er waren 20 merken en je had per tafel 5 minuten de tijd om met de mensen van het merk te spreken. En dan ging er een bel. En dan ging ik naar de volgende tafel. En ik zat met Selma. Ik weet, er was een vlogger. Dus we als duo. En dan ging je zo verder naar het merk. Aantal merken kende ik al. Aantal merken nog niet. En het was echt super leuk. Want daarvoor heb ik ook nog met een paar meiden staan praten. En ja, daarna kregen we een goodiebag. Nou, oh, ik let even niet op mijn panda-ogen en zo. Ik moet dat allemaal nog fixen. Maar het is 8:15 's ochtends. Dus... Ga ik zo fixen. Ga ik koffie drinken. Sterre is al naar school. Maar goed, ik kreeg een goodiebag. En die wilde ik even aan jullie laten zien. De inhoud een beetje. Nou, alles. Dan kan ik het op gaan ruimen. En dan heb ik alvast een beetje productief bezig geweest. Op school. Maar goed, ik laat het zien. En ook ik vind het leuk om een beetje mee te kijken in de goodiebag. Even kijken. MUA Makeup Academy komt met... heel veel nieuwe producten. En vooral highlighters en zo gaaf. Maar ook met een oogschaduwpalet. En check dan. Oh, allemaal mooie tinten. Ik heb geen idee wat de prijzen zijn. En wanneer het allemaal te koop is. Het is wel verteld gisteren. Maar ja, ik krijg zoveel informatie. Dat onthoud ik niet allemaal. Dat komt vast nog in het persbericht in het review. Van Babor heb ik ampullen gekregen voor Perfect Glow. En een matte finish. Etos komt met een nieuwe collectie, namelijk rozemarijn en vijg. En dat is een hele uitgebreide collectie weer van de Botanical Books. Met een geurkaars ook, geurstokjes voor een huis en bodyproducten en zo. Christian V is bekend onder wenkbrauwproducten, maar die brengt nou ook oogschaduw uit. Diverse van deze paletjes in andere kleuren. Ik heb echt precies de kleur in de goodiebag waarvan ik gisteren dacht, oh, die is echt mooi. Dus dat vind ik dan wel heel leuk. En daar zat ook een quattro bij. Heel mooi. Van Jean Paul Gaultier zat er een spiegeltje bij. En een mini van de nieuwste geur Scandal. Hele mooi. Ik laat het nou niet zien, maar dit is leuk voor mijn parfumcollectie. Daar zat er, kijk hoor, Rock and Petal Cam in. Biore 1 minuut masker. Deze heb ik al gereviewd en gebruik ik echt super vaak. Van Sans Soucis zit er een sheet masker in. Dat is nieuw. Die hebben er nou 3 soorten. Onder andere deze. En daar ben ik ook benieuwd naar. Google komt met de nieuwe lijn. Of ligt er inmiddels ook in de winkel. Ik weet het niet. En daarvan zat de shampoo erin. Dit is zijdig glans. En deze ruikt echt super lekker. Aquarius, dat is niet het drankje, maar dat is zeg maar een soort omslag hoofddoek voor je haren goed te laten drogen. L'Occitane heeft ook 3 nieuwe producten, waaronder de shower oil. En dit is echt heerlijk. Keune heeft een shampoo en een conditioner erin zitten, die zijn volgens mij ook nieuw. Etos setting spray of primer. Een nagellakje van Curé. Nou, ik gebruik geen nagellak, maar het is wel een hele mooie kleur. Van Skin. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. IJsland. Een nieuw merk in Nederland. Dus echt wel gaaf. Een kitje met allerlei producten om te proberen. Even kijken waar. Een body scrub. Ik kan dat merk niet uitspreken. Maar van Skinnovels. Kijk die verpakking. Zit er een zeep in. Van Dr. Lip zit er een kitje in. Met, er zitten snoepjes in en een Dr. Lip lippenbalsem, zeg maar. En deze is helemaal veilig om te gebruiken. Want je hebt nou, er was iets in het nieuws van mineralenolie of zo in lipbalsem. Deze is wel veilig om te gebruiken. Van Paula's Choice zit er een nieuwe Resist Super Booster erin. Even kijken hoor. Van Grown Alchemist zit er ook een product in. Ik ken dit merk nog helemaal niet, dus hartstikke leuk. Alles is leuk. Een wenkbrauwpotlood, nee, een oogpotlood van Christian V ligt daar nog. En van Botanicals. Wat is het? Volgens mij scrub. Ik kan het even niet lezen op de camera, sorry. Maar dit is te koop bij Boots. En dan heb ik nog 2 lipproducten voor Kiko zelf gekocht op het station. Maar die komen ook op Pinkit. Dus dit is de goodiebag. Echt super verwend. Dankjewel voor de uitnodiging en voor het organiseren. Het was echt super leuk. Want heb ik dat nou al 10 keer gezegd. En mocht je denken van, joh Bianca, wat ga je met al deze producten doen? Nou, ik ga heel veel testen en komt op Pinkit.nl te zijn de tijd. Maar er zitten ook producten tussen die ik al heb. Of die niet bij mij passen. Of, nou ja, dat heb je altijd al. Dat geeft niet. Maar die bewaar ik altijd voor een winactie op Pinkit.nl of op mijn YouTube, moet even kijken. En dan maak ik er een pakketje van met nog meer producten. En dat geef ik dan aan iemand voor jullie. Zo deel ik een beetje mijn spullen. Ik zou het liefst iedereen wat willen geven, maar dat gaat niet. Oh, de verrotte kop vandaag. Oh, gisteren was ik... ik wilde dus gaan shoppen nog bij de Bijenkorf en bij Hudson Bay. Want ik dacht, ja, dan ben ik in Amsterdam. Maar die tas was zo zwaar. Ik ben gewoon even wat wezen eten bij Julia's en... naar huis gegaan. Maar toen was ik thuis rond 8:30, kwart voor 8. Dus dat was op tijd. Toen ben ik nog naar het verjaardag van mijn schoonzusje geweest. Dus het was vannacht half 1 of zo voordat ik op bed lag. Daar kan ik niet zo heel goed tegen. Nou, ik ga dit allemaal opruimen. En dan ben ik toch productief bezig geweest op vrijdag. En ik ga mijn panda ogen even goed verwijderen. Zoals jullie zien heb ik gisteren met de mascara ook niet heel netjes weggehaald voor het slapen gaan. Even een kleine mini-action shoplog. Niet heel veel gekocht, maar ik wilde het toch even aan jullie laten zien. Nou, wij zijn lekker een beetje opgetut. En het is zaterdagavond bijna 5 uur. En wij gaan lekker wokken. We gaan met de... goed ingestudeerd. We gaan met de buurvrouw van 2 huizen verderop en haar dochter gaan we als vrouwen samen lekker wokken bij Bentelo. En dan gaan jullie ook lekker spelen en doen. Wij lekker eten en kletsen. Nou, wij gaan de dag afsluiten, de zondag, met Netflix, Sterre en ik. En ik wil jullie bedanken voor het kijken deze week vlog. Ik kom zelf even niet in beeld, want ik ben een beetje oververhit. Maar ja, tot de volgende week vlog. En dan zeggen we... Doei!